Roland werkte vroeger in de bouw in Nederland. Tegenwoordig vult hij zijn dagen in de omgeving van Marbella, waar hij met groepen rondrijdt op gemotoriseerde buggies. Zelf noemt hij het een jongensdroom. Ik ben 2,5 jaar hierheen gekomen met mijn vriendin. Zij moest voor haar werk hier naartoe verhuizen en ik ben met haar meegegaan. Ik zelf had geen plan. Na verloop van tijd ben ik Louis tegengekomen, die er nu aan komt rijden. En we zijn samen een buggybedrijfje begonnen. Met de buggies. Het is leuk. Het bevalt goed. Het begint al met het weer natuurlijk. Als je 's morgens wakker wordt, dan doe je de gordijnen open en de zon schijnt. Dus we vertrekken hier. Dan gaan we de berg in. Dan gaan we lekker buggy rijden, onroad en offroad. In Spanje en om mensen te leren kennen heb ik me aangemeld bij Internations. Dat is expats, mensen die in het buitenland gaan wonen, maar geen vrienden of wat dan ook hebben. En ik stond daar op een goede avond en toen kwam Louis binnengelopen. En we raakten aan de praat, allebei Nederlands. Hij heeft een Braziliaanse vrouw, ik had een Braziliaanse vriendin. Dus we hadden wat raakvlak om over te praten. En toen vroeg hij aan mij of ik samen met hem een buggybedrijf wilde beginnen. Uiteindelijk hebben we dat dus gedaan. En inmiddels van 5 buggies zijn we naar 15 buggies gegaan en een quad. En we hebben een hele drukke zomer achter de rug. Ja, het gaat best goed eigenlijk. Ja. Ik mag niet klagen. Het is, ik denk, een soort van een jongensdroom. Ik bedoel, nou, dat is natuurlijk fantastisch. Je rijdt met gemotoriseerde buggies door de berg heen, stoffige weggetjes, prachtige omgeving. Als het helder is, dan zie je heel duidelijk Gibraltar en Marokko. We doen een tour op 3 per dag. Dus we hebben 3 keer verschillende mensen in de buggies. Voornamelijk mensen die op vakantie zijn. Ze zijn allemaal goed gehumeurd, goed gestemd. Dus ja, je wordt omringd door vrolijke mensen. Daarbij als je 's morgens de gordijnen open doet en schijnt de zon. Dus ja, ik kan me niet veel meer wensen eigenlijk. Ik denk dat ik ook wel geluk heb gehad door, door dit te gaan doen, samen met Louis dan natuurlijk. Ja. Maar anders. Maar mijn idee hier, toen ik hierheen kwam, was eigenlijk om de bouw weer in te gaan. Dat heb ik in Nederland gedaan, dat vind ik ook eigenlijk wel leuk om te doen. Maar ja, toen kwam ik hier en toen zag ik dat het hier eigenlijk nog moeilijker en slechter ging als dat het in Nederland ging. Dus toen dacht ik van nou, dat moeten we misschien nog maar even niet doen. Maar ja, 9 van de 10 keer zie je Gibraltar en 5 van de 10 keer ook Marokko. Dus eigenlijk gewoon Noord-Afrika, een ander continent. Dat is natuurlijk best interessant. En nou, als je zo meteen, als we hier naar beneden rijden, die uitzicht, dat is fantastisch. Dat is fantastisch. 2 uur tour kost €90 per buggy, daar kun je natuurlijk met z'n tweeën in. En dus ja, dat is dan maar €45 per persoon voor 2 uur. En we hebben een 3,5 uur tour en die kost €150. We hebben een monteur fulltime werken. Fulltime. Ja, die werkt gewoon 5 dagen in de week. Maar in de zomer waren we zoveel op pad met die buggies, dag in dag uit, dat ja, die dingen die hebben gewoon heel veel onderhoud nodig.
van de simpele dingen, van de luchtfilters verschonen tot de remblokken, ja, noem het maar op, maar het moet allemaal wel gebeuren. Dit zijn openbare wegen, paren, dus iedereen mag hier rijden. Maar ja, de schaal waar wij het op doen, hebben we natuurlijk een licentie, CQ-vergunning voor aangevraagd, welke we ook hebben gekregen. En daaraan vast moet je een EHBO-diploma halen, en, et cetera, et cetera. Dus dat heb ik natuurlijk allemaal gedaan. Dus wij doen het wel heel officieel en professioneel allemaal. Ja.